De Davela-uitdagingen zijn geweldig. Het is begonnen met de wedstrijd tegen Nederland, dat iedereen in het rood moest zijn. En dan loop je het stadion binnen en dan zie je alles in het rood. En dat is toch wel geweldig. We hadden niet verwacht dat de respons van de supporters zo geweldig ging zijn. Je verwacht dat er een paar mensen in het rood zijn of zo, maar niet dat heel het stadion rood is en dat de sfeer zo geweldig is. De wedstrijd tegen Kroatië was het een uitdaging voor die decibels. Dan kom je het stadion binnen, dan beeft het gewoon. En het was superleuk om dan op het veld te spelen. Die support van de supporters, dat maakt je veel beter. Daardoor ga je beter spelen. De derde uitdaging, ik ben benieuwd naar de filmpjes en de foto's, naar de reacties. Ik denk dat het voor de supporters ook leuk is om zoiets te doen. Beste supporters, ik wil jullie eerst en vooral echt bedanken voor jullie steun. Het is geweldig wat jullie doen. Voor de volgende uitdaging moeten jullie België echt op zijn kop zetten. Moeten jullie alle cafés, alle huizen, allemaal, doe maar eens gek. En op onze steun kunnen jullie rekenen en wij zullen er een groot feest van maken.